Goedemorgen, zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Dopjes zijn vervangen. Armsteun is gemonteerd. En ik zou graag nog even een aflevervideootje maken voor wat tekst en uitleg van de auto. Nou, aan deze kant bevinden zich dan de elektrische ramen en de elektrische spiegels. We kunnen hem gewoon op linker of de rechter spiegel zetten en met de joystick verder regelen. Aan deze kant hebben we dan drie knoppen zitten. Dus dan beginnen met de Lane Departure Alert. We kunnen namelijk aangeven dat hij tussen de strepen moet blijven. En dat is met name op een lange rit. Als we dan wat vermoeid raken en we gaan toch over de strepen heen, zonder dat we de knipper aanzetten, dan gaat hij signaleren dat hij over de strepen heen gaat en dat houdt ons alert. Daarnaast het dashboard wat we kunnen dimmen of wat feller kunnen zetten. De koplamphoogteinstelling die zit daarnaast. Nou, hier dan de knop natuurlijk voor de automatische verlichting. Hij staat op auto, dus hij doet het gewoon. Mocht het nou overdag zijn en mistig, dan is het wel handig om hem eventjes gewoon normaal door te draaien. Dan gaat hij ook inderdaad gewoon aan. Dus wat dat betreft werkt dat ook verder prima. Nou, ik zal hem heel even starten. Dan kan ik nog wat meer tekst en uitleg geven. Hierachter zit dan ook de knop voor radiobediening. Ik kan dus wat zachter zetten. Dat zal ik nu ook maar eventjes doen. Dat is misschien wel makkelijk zo gezegd. Nou, verwarming, ventilatie, die bevindt zich hier. Waar willen we de ventilatie hebben? Hoe hard moet die blazen? Airco aan en uit. En natuurlijk de temperatuur. Hoe willen we hem hebben? En op die manier kunnen we dat dan inderdaad regelen. Een eco-knop om extra zuinig te kunnen rijden. Ook daarmee beïnvloed je ook de temperatuur, de blower zeg maar. Dus die gaat dan ook minder hard werken. Alarmverlichting en het op slot en open doen van de auto. Als we zelf gaan rijden, dan zal die op slot gaan. Gaat er ook een rood lampje branden. En op het moment dat we dan vervolgens weer uit willen stappen of iemand in willen laten stappen, dan is het handig om die even te gebruiken, zodat dat inderdaad gaat. Nou, natuurlijk ook de navigatie. Nou, die spreekt denk ik wel voor zich. En in die zin, als we daar inderdaad even op klikken, kunnen we hier natuurlijk inderdaad de instellingen regelen. Hier inderdaad het inzoomen en uitzoomen. En natuurlijk inderdaad het pijltje om te kijken waar we heen willen. Nou, we hebben gelijk de zoekbalk, dus we kunnen het gewoon invoeren waar we heen willen. Vind een adres, of de vorige bestemming, of favoriet, of point of interest. Dus op die manier kunnen we gewoon heel makkelijk die navigatie bedienen. Hieronder bevinden zich dan knoppen zoals inderdaad de home knop. We komen eigenlijk in de thuissituatie zouden we kunnen zeggen. We zijn weer thuis bij het beginscherm. Telefoon aansluiten en ook de frequentie van de radio. Die kunnen we helemaal personaliseren. Als ik op deze knopjes druk, dan kan ik dus inderdaad instellingen doen of apps. En op die manier kan je ook die boel nog helemaal regelen. Nou, telefoon koppelen, even op telefoon drukken. Vervolgens zeggen naar plus nieuw apparaat. Zoeken met de telefoon tegelijkertijd. Krijgen we een code, die moeten we vervolgens dan invoeren. En op die manier koppelen we dan de telefoon. Is die helemaal gekoppeld, geen probleem. Dan stappen we gewoon in en werkt gewoon alles. En dan kunnen we dus inderdaad ook afbreken en aannemen op het stuurwiel. Dus dat werkt wat dat betreft helemaal goed. Nou, aan de andere kant van het stuurwiel zit dan ook de cruise control en snelheidsbegrenzing. Cruise control is een kleine knopje onderin. Gaat daar inderdaad, de regelaar staat dan ook al aan. Rijden we 80, drukken we even op het plusje. Dan houdt hij hem op 80. En willen we harder, dan drukken we gewoon op plus. Willen we zachter, drukken we op min. En op die manier kunnen we hem dan inderdaad helemaal regelen. Willen we hem er kortstondig af, even het nulletje indrukken. Willen we weer terug, even een reset, plusje. En dan gaat hij ook weer terug. Er zit ook een snelheidsbegrenzer op. Kan die ook selecteren. Dan geeft hij ook aan inderdaad snelheidsbegrenzing. Als ik dan bijvoorbeeld nu druk op het plusje, dan staat de snelheidsbegrensd op 30 km per uur. Dat zien we dan boven in het display. En wil ik er harder, dan kan ik hem dus per kilometer omhoog doen. Of natuurlijk inderdaad als we een hogere snelheid hebben gehad, dan zal hij die snelheid inderdaad gewoon aannemen. En dan kunnen we hem verder regelen. Nou, het werkt eigenlijk hetzelfde als de cruise control. Kortstondig er vanaf, even op het nulletje drukken. Dan zien we hem daar ook inderdaad dat hij tussen haakjes staat. Dan is hij er even kortstondig vanaf. Willen we terug naar die snelheid,
even drukken inderdaad op plusje van reset. Zijn de haakjes weg en dan is die snelheidsbegrenzing weer ingesteld. Willen we hem uitzetten, even gewoon weer op het snelheidsbegrenzingsknopje drukken. En is die daar ook gewoon keurig netjes weer weg. Dus dat is de manier om dat verder inderdaad dan in te stellen. Nou, hier hebben we ook nog voor het middelste menu van die tabblaadjes. Nou, als ik daar dan op druk, dan kunnen we bijvoorbeeld inderdaad oproepen de radio, de navigatie, de MySense knop, en op die manier kan je dan inderdaad alles instellen. Dus ook inderdaad die lijnen van de auto, die laatste, die hulplijnen. En nu zijn we terug bij de auto. Nou, daar kan je ook bijvoorbeeld de snelheid van instellen. Hij staat nu keurig netjes op 0, want het staat stil. Gaan we harder rijden, hebben we dus ook digitaal de snelheid. Willen we andere menus, kan ik dus ook met plus en min omhoog en naar beneden voor het verbruik en dergelijke. Maar goed, ik vind dit zelf altijd wel een hele prettige, dus ik laat hem er even op staan. En het is aan u om dat verder dan inderdaad te verstellen. Nou, dan denk ik dat ik het meeste wel gehad heb. Heeft u vragen, laat het dan even weten. En anders zou ik alvast zeggen, hele fijne veilige kilometers toegewenst. En tot straks met de aflevering.